Ik was een beetje verrast. Eigenlijk ook wel een klein beetje door het moment. Want het was al die weken wachten op een nieuwe technisch directeur. En, nou ja, en daardoor stond alles ook wel een beetje on hold. En net in de week dat die nieuwe man wordt gepresenteerd, ga jij weg. Kondig jij aan bij ADO te tekenen. Heb jij hem denk ik niet meer gesproken? Nee, dat gaat allemaal via mijn zaakwaarnemer. Dus dat is allemaal daar via gegaan. Maar eigenlijk, ja, wat mijn voornaamste reden was, is dat je gewoon gaat nadenken en dat je denkt van, nou, ik wil voor mezelf gewoon die ontwikkeling weer door gaan maken. En ik denk dat dat nu juist was om dat bij een andere club te doen en om daar weer verdere stappen in te zetten. Dus eigenlijk had een gesprek bij Twente helemaal niet meer uitgemaakt, want je was er voor jezelf al wel uit. Nou ja, misschien is dat ietsje eerder was geweest, maar dat weet je uiteraard nooit. Maar op dit moment voelt dit gewoon goed. Ik ga richting Den Haag. Ik wil zo snel mogelijk verhuizen om me daar ook mooi een plekje te vinden. En daar gaan we beginnen. Heeft het dus allemaal een beetje te lang geduurd bij Twente? Ook het wachten op een nieuwe technische man? Nou ja, weet je, je zit 14 jaar bij zo'n club. Dus je bouwt gewoon een band met elkaar op. Dus dat zal altijd blijven, maar op dit moment heb ik gewoon gedacht van, ik ga voor iets nieuws. Dus daar ben ik nu voor gegaan. Ja, omdat je net zei, als het misschien ietsje eerder was geweest, was het wellicht anders geweest. Ja, maar de voetbalwereld verandert misschien wel dagelijks. En als je een persoon een maand geleden iets had gevraagd, dan zegt hij dit en de volgende maand is het misschien weer anders. Omdat er zoveel speelt en zoveel verschillende dingen mee te maken hebben. Dus, uiteindelijk ben ik gewoon heel blij met deze beslissing. Oké, laatste, daar hou ik op hierover te zeuren. Ja, want er wordt dan natuurlijk, start ook het nodige giswerk. Je weet hoe dat gaat. Dan gaan mensen zeggen van, oh, dan zal Twente wel alleen maar met een aanbieding hebben kunnen komen die niet genoeg was. Maar zo ver waren die onderhandelingen nog helemaal niet. Het waren echt wat oriënterende gesprekken. Ja, absoluut. Daar gaat het alleen in eerste instantie over. Maar eigenlijk voordat het daar allemaal over is gegaan, had ik al zoiets van, dan ga je praten met je zaakwaarnemer en je omgeving hier. En wat ik misschien nog wel iets te vaak zeg, maar dat het nu dus het mooie moment leek om een volgende stap te zetten. Jij werd opeens gebeld door de nieuwe hoofdtrainer van ADO. Was jij zelf verrast dat zij opeens bij jou uitkwamen of heeft er al eerder wat gespeeld? Nee, er heeft eigenlijk nog nooit wat gespeeld qua Rankovic of ADO. Zoals ik zei, daar kan het ook in één keer snel gaan. Dat was een goed gesprek en hij vertelde zijn verhaal. Daar kon ik me eigenlijk direct in vinden. En dan volgende nog wat meerdere gesprekken, ook met de club uiteraard, hun visie. Dat heeft er toe geleid dat ik gisteren daar ben geweest en heb getekend. Het is altijd wel fijn natuurlijk als een trainer jou echt opbelt en je wilt hebben en ze vertrouwen in je uitspreekt. Dus dat was heel fijn. Maar ook zeker het plaatje eromheen qua ADO. Dat ze, wat ik zei, heel veel nieuwe mensen achter de schermen hebben. Het trainingscentrum wordt verplaatst naar een betere plek. Er komt weer gras in dat stadion. Mm-hmm. Dus je merkt gewoon dat daar ook weer een soort van frisse stap wordt gemaakt. En dat leek me fijn om op die trein mee te springen. En met z'n allen ons daar gaan ontwikkelen op elk vlak. Ja, dat is natuurlijk überhaupt voor het hele voetbal een mooie ontwikkeling. Vind ik dat er weer echt gras komt. Is dat iets wat jou anders had tegen kunnen houden als ze daar kunstgras hadden gehouden? Ja, dat vroegen ze gisteren ook al. Oh. Maar, ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar ook nooit last van gehad als ik op een andere ondergrond heb gespeeld. Maar er zijn veel spelers die dat wel doen. Dus misschien dat het uiteindelijk wel wat uitmaakt in de andere opties van spelers. Die dan wel sneller zeggen, ik wil graag op gras spelen. Of heb daar de voorkeur voor. Dus nee, maar voor mij had dat echt niet uitgemaakt. Het seizoen is nooit afgemaakt. Ze weten niet hoe het was afgelopen. Maar ja, ze stonden er niet best voor. Sterker nog, het was ook nog even de vraag van, hoe gaan we met deze gestopte competitie om? Gaat ADO degraderen of niet? Ja. Dat lijkt me dan weer een punt wat wellicht wel iets meer gewicht in de schaal legt. Of hoe had dat geweest voor jou? Absoluut. Het is wel een ander verhaal inderdaad. Of jij interesse hebt van een club in de Eredivisie of dat ze lager spelen. Dat is uiteraard, dan maakt het een verschil. Maar dat zeggen ze ook bij ADO. Ze zijn natuurlijk gewoon heel erg opgelucht dat het zo heeft uitgepakt. En heel fijn dat we allemaal weer in dit nieuwe seizoen met een schone lijn beginnen. Iedereen weer vanaf nul. En dan is het dan nu aan ons om te laten zien dat wij dit seizoen beter gaan presteren.
Ja, een beetje daarop voortbeduren. Het zullen er zeker mensen zijn die ook tegen jou zeggen van... ja, maar is het dan sportief zo'n stap hogerop? Maar ik heb een beetje het gevoel in jouw verhaal dat het ook veel meer dan dat is. Dat het ook in jouw ontwikkeling verder ook een helemaal een nieuwe stap is. Ja, ja, precies. Ik denk dat het mij als persoon ook gaat helpen. En ja, daarom ook als voetballer. En ja, daarbij wat ik zeg, ja, super cliché. Maar iedereen begint natuurlijk straks weer gewoon vanaf nul. Ja. Dus ja. En ik kreeg het gevoel dat hier een goede plek was. En dus ja, dat gaf mij het vertrouwen om hier te gaan voetballen. En ja, dus dat. Was er verder eigenlijk nog andere interesse? Ja, maar je bent transfervrij. Ja. Dus er spelen altijd wel wat dingen. Maar ik moet zeggen dat ADO daarin gewoon het echt snel in heeft gehandeld. En dan had ik ook zoiets, als iets goed voelt, dan moet je daar gewoon voor gaan. Mm-hmm. Wil je iets zeggen over andere partijen die eventueel geïnteresseerd waren? Nou ja, ik denk dat dat niet echt een zin heeft. Nee. Dat gebeurt nooit als ik dit vraag, maar ik probeer het wel altijd. Dat gebeurt nooit. Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat de hele coronacrisis natuurlijk de boel nu ontzettend op de schop heeft gegooid. Want jij hebt ook wel eens aangegeven van ooit een keer nog naar het buitenland. Is natuurlijk ook wel heel gaaf. Is zoiets, zonder dan echt op namen in te gaan, is in die zin iets aan de orde geweest? Ja, zeker. Buitenland is het dan ook. Omdat wat ik zeg, je bent transfervrij, je bent op een leeftijd en je hebt al wel... je bent op een leeftijd dat je ook al wel een behoorlijke cv hebt opgebouwd. Ja. Behoorlijk wat wedstrijden. Dus dan ben je natuurlijk ook wel een bijzondere speler voor een aantal clubs. Maar wat ik zeg, ik denk dat het nu voor mij nog een goede stap is om hier te spelen. Me door te ontwikkelen. En daarna weer verder te kijken. Maar er waren dus wel gegadigden ook uit het buitenland? Ja, ja. Okay. Ja, maar de wereld is groot. Hè? Ja, dat klopt. En er bestaan veel voetbalclubs. Dus, maar nee, dat is altijd fijn om te horen dat er ook interesse is. Ja. Ja. In ieder geval niet aantrekkelijk genoeg op dit moment. De partijen die zich melden. Die zich hebben gemeld. Nee. Nee. Wat hoop jij bij ADO voetballend verder te gaan ontwikkelen? Nee, ja, ik hoop uiteraard daar weer vanuit achteruit die leidende rol te nemen. Maar ook stappen te maken als verdediger. Misschien wel echt een pure verdediger. 1-op-1, duels. Maar ook, ja, zoals ik ook graag speel met veel aan de bal en de opbouw verzorgen. En ja, gewoon te groeien als speler in ontwikkeling. Ja, in eigenlijk alles. Maar ja, dat klinkt natuurlijk heel, heel algemeen. Maar... ja, dat is wel waar je op hoopt en waar je alles aan gaat doen. Misschien een beetje een soort van Haagse bluff. Natuurlijk een hele andere mentaliteit schijnt te zijn dan hier. Ja, ja. Ja, nee, ja. Ja, dat heeft ook zeker meegespeeld. Ik bedoel, je gaat naar het Westen en in Den Haag is dat denk ik wel inderdaad iets wat leeft. En wat ze daar al vanzelf hebben. Dus ja, daar pik ik ook graag iets van op. En dan filter ik de goede dingen eruit. Ja. Er lopen wel wat culthelden rond die nergens voor terugdeinzen volgens mij. Ja.